Dus ik ga een kaart pakken. Nou, vind ik het ineens toch wel spannend. Ja. Met welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Misschien dat ik soms te hard werk en te veel bezig ben met wat er allemaal moet. Dat je ook af en toe wat meer kan relaxen. Daar heb ik denk ik wel mee leren leven. Wat kan jouw dag echt verpesten? Ik vind op de fiets in Amsterdam heb je best wel vaak even zo'n korte uitwisseling met een andere fietser of voetganger. En dat je denkt, oh ja, sorry, ik had net even te laat mijn hand uitgestoken. Of weet je wel, dat je even rekening moet houden met elkaar. En dat iemand je dan zo net een beetje vloekend voorbij fietst. En dat ik altijd denk, waarom? Hoezo? Gebeurt best wel veel. En dan weer doorfietsen en denken, whatever, je hebt je dag niet. Ik hoop dat je dit gevoel niet vasthoudt. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? In mijn boek heb ik een heel hoofdstuk waarin ik een beetje de opkomst van Greta Thunberg beschrijf. En dat vond ik eigenlijk heel fascinerend om er meer in te verdiepen. Ook van waarom, zij is echt binnen 3-4 maanden vanaf het moment dat ze zei, wij jongeren gaan ons met klimaat bemoeien en we gaan elke week gaan we staken op vrijdags. Binnen 3-4 maanden kwam zij op alle grote internationale klimaatconferenties. En dat is, laten we wel wezen, nog geen enkele expert gelukt. Dus dat vond ik een heel mooie, eigenlijk ook illustratie van waarom juist jongeren ook invloed kunnen hebben. Omdat we dat dan allemaal ook opmerkelijk vinden. Daar zit een frictie en dat is media geniek. En ja, ik denk dat dat ook een illustratie is waarom juist jongeren heel belangrijk zijn in de hele discussie over klimaat en natuur. Waar zij zelf denken, ik heb geen invloed, gaan er eigenlijk heel veel deuren open. Dus dat vond ik heel mooi om verhalend uit te werken en te reconstrueren. En daarna ook te kijken naar Nederlandse jongeren die met dit onderwerp bezig zijn. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Ik hoop dat het lukt om zeker ook oudere generaties en ook mensen van mijn leeftijd nog meer mee te krijgen in de realisatie van hoe we nu leven heeft zo'n grote invloed op eigenlijk alle toekomstige generaties. Dat het een andere ingang is om minder abstract daarover na te denken. En ergens denk ik, het is toch bizar dat je bijvoorbeeld als ouder wel een spaarrekening aanlegt voor je kinderen, hè, voor als ze later gaan studeren. En dat we tegelijkertijd, als je kijkt naar de planeet, in een situatie zitten waar experts zeggen, we hebben nog 10 jaar om grote omslagen te maken. En anders zijn er gewoon heel veel tipping points waardoor de situation out of hand, hè, buiten onze controle is. En als je heel eerlijk bent, zitten we daar natuurlijk al lang in. Moeten volwassenen een voorbeeld zijn voor kinderen als het gaat om duurzaamheid? Of is het juist andersom? Nou, ik denk het is allebei. He, dus als volwassenen hebben we een rol om kinderen hier meer over te leren. Als ouder, als docent of in allerlei andere rollen. He, dus ik voel ook heel erg een soort rechtvaardigheid van we moeten dit veel meer vertellen. En daar doen natuurlijk ook veel partijen goede dingen in. Maar zeker in het onderwijs kan er nog veel meer. En tegelijkertijd is het super interessant dat juist rondom duurzaamheid dat het heel vaak andersom is. He, dus kinderen die zeggen, hey, maar waarom eten wij dan nog vlees als we weten hoe slecht dit is? Of wow, vliegen, dat moeten we echt niet meer doen. En dat begint, dat begint tegenwoordig al veel, hè, op die basisschoolleeftijd kunnen kinderen dat bijna op een naïeve manier vragen. En het fascinerende is natuurlijk, ze hebben ook gewoon gelijk. En ik denk dat dat ook heel erg een kracht is die we nodig hebben om deze transitie te maken. Hoe duurzaam is het dat jouw boek op papier verschijnt? Ja, dat is wel een goede vraag, hè? Dat is natuurlijk altijd wel een beetje een tegenstelling. Het wordt gedrukt door een Nederlandse drukker. Het is gerecycled papier. Plantaardige inkt. Volgens mij is het ook een drukker die ook heel erg bezig is met alle CO2 die vrijkomt, die gaan we ook weer compenseren. Dus daarmee
doet het toch, hè, geeft je dat wel een goed gevoel en past dat ook bij het verhaal wat we willen brengen. Maar bij alles geldt natuurlijk, hè, consumeren is altijd weer beter dan duurzaam consumeren. Dus ja, dan moet het boek ook maar impact maken. Dat is dan denk ik de enige manier waarop het onder de streep ook waard was dat het uitkwam, denk ik.